Mensen maken verhalen. Everyone makes history, oftewel history, oftewel we maken allemaal geschiedenis. Maar die geschiedenis wordt vaak geschreven door de overwinnaars. En ja, wie zijn de overwinnaars? Wie gaat de toekomst van het verhaal bepalen? Dat wordt een mooi verhaal waarover ik je graag zie binnenkort op een symposium in Nieuwegein. Tot dan!